Welkom. In deze video ga ik het hebben over modelleren. Ik ga in eerste instantie uitleggen wat nou een model is, hoe je hem zelf kunt maken, maar ook heel belangrijk hoe je hem kunt aflezen. Want in examens komen ze vaak voor, je ziet hier bijvoorbeeld een typisch model, dat je moet kunnen aflezen. Dus je moet kunnen snappen wat hier nou staat en eventueel ook gaten kunnen oplossen. Want soms dan zit er een gat in zo'n model en dan moet je dat zelf proberen in te vullen. Dus aan de hand van deze video ga ik als eerst even uitleggen hoe zo'n model nou, waar dat nou uit bestaat. Hoe je er eentje zelf kunt maken en daarna hoe je hem kunt aflezen. Nou, om te laten zien hoe zo'n model, waar die uit opgebouwd is, gaan we even naar een ander programma toe. Nou, wat je hier ziet is een programma, dat heet Coach 7. Dat is een programma waar je onder andere mee kunt modelleren. En er zijn een paar schermen die je ziet. Hierbovenin, hier komt zo meteen het model te staan. Hier rechts bovenin zie je een X T-diagram en hier zie je een VT-diagram. Nou, wat gaan we doen? We gaan een model maken van een auto die uit stilstand begint te versnellen. En we gaan kijken hoe dat er dan uitziet in verandering van positie, dus de XT-diagram. En we gaan kijken hoe dat verandert met de snelheid. Nou, waarom gebruiken we een model? Eigenlijk wat een model doet, is een model maakt heel vaak dezelfde berekening en onthoudt die gegevens. Dus je kunt dan een bepaalde formules kun je daarin zetten. En in plaats van dat je die zelf heel vaak moet uitrekenen, doet dat model dat automatisch voor je. Maar daarvoor moet je dat model wel de juiste lijnen geven waar die mee denkt. Nou, het model bestaat over het algemeen uit twee dingen. Je hebt hier het grote vlak, daar komen de modelregels. En hier rechts komen de startwaarden. Nou, wat er gebeurt is dat die startwaarden hier worden één keer afgelezen, helemaal aan het begin. Dus wanneer het model start, dan leest hij al deze waarden af. En dan gaat hij daarna hier de modelregels doorlopen en dan gaat hij die berekeningen doen. Nou, zoals ik al zei, we gaan kijken naar een auto die vanuit stilstand begint te versnellen. Dus die staat bijvoorbeeld voor het stoplicht en het stoplicht gaat op groen en dan gaat hij versnellen. Nou, een paar gegevens om mee te beginnen is dat aan het begin de tijd 0 is. We hoeven daar geen eenheden bij te zetten, dat kan wel, maar gebeurt over het algemeen niet. Dus we werken in standaard eenheden. Nou, de tijd aan het begin is 0 en we willen dat het model per stapje van 0,1 seconde dit gaat uitrekenen. Dus dt, het verschil in tijd, is 0,1 seconde. Dit getal zegt dus dat dit model dus per seconde 10 metingen doet. Je kunt ook zeggen dat het 0,01 seconde is. Dan wordt het nauwkeuriger, maar daardoor duurt het wel langer. Je kan hem ook 1 seconde laten doen, dan meet hij dus om de seconde. Daardoor wordt het model minder nauwkeurig, maar gaat het wel sneller. 0,1 seconde is vaak de gemiddelde die gebruikt wordt. Nou, dan beginnen we met op een afstand van 0. Dus hij staat op 0 meter. En hij heeft natuurlijk een snelheid van 0 meter per seconde, want hij begint te versnellen uit stilstand. En we geven hem een versnelling mee van 1,2 meter per seconde kwadraat. Dus dit zijn de startwaarden. Die waarden worden helemaal aan het begin eenmaal afgelezen. En vervolgens worden de modelregels gedaan. En die komen hier. Nou, wat zijn nou die modelregels? Ja, we willen de afstand en de tijd hebben. Nou, die auto die staat aan het begin stil. En we willen weten, die gaat de snelheid krijgen. Dus de snelheid wordt de snelheid die hij op dat moment heeft, plus, en dan moet ik eventjes kijken, plus, want ja, hij gaat natuurlijk versnellen, de versnelling maal het verschil in tijd. Nou, dit is de eerste modelregel. Dat is-tekentje staat hier eigenlijk niet helemaal als is, maar meer als wordt. Dus de snelheid wordt de snelheid die het al was, plus de versnelling maal het verschil in tijd. Nou, en op die manier, als je dat doorleest, in het begin is de snelheid 0, dus dan komt daar nog de versnelling maal delta t. Dus die 1,2, dat is de versnelling, maal die 0,1 seconde komt daar nog bij. En dat is dan de nieuwe snelheid. Nou, met die nieuwe snelheid kun je dan de positie bepalen, berekenen. Dus de afstand, of de positie, de plaats, is de afstand die die al had, plus de afstand die erbij komt. En die kun je uitrekenen door snelheid maal het verschil in tijd te doen. Nou, en op die manier gaat je model dan lopen. Nou is er nog één ding nog niet goed, want de tijd die staat nu nog stil als het ware. Als laatste afsluiter moet de tijd natuurlijk ook een stapje vooruit. Dus de tijd, dat wordt de tijd die het was, plus het stukje tijd wat erbij komt. En op deze manier, nu maak je hem eigenlijk compleet. Nu leest hij af, of nu berekent hij dat het nieuwe tijd, komt er een klein beetje tijd bij. Nou, wat hier dus nu gaat gebeuren is, hij leest dit één keer af. Dus deze waarde leest hij één keer af. En vervolgens gaat hij deze waarde eigenlijk continu uitrekenen. En aangezien ze veranderen, krijg je dus een beweging eigenlijk. Nou, we gaan hem even starten. En dan zie je hier in de diagrammen zie je de beweging ontstaan.
Nou, als eerst even hier de snelheid. Die is namelijk wat makkelijker te zien. We hebben hier te maken met een snelheid die steeds groter wordt. Nou ja, dat is op zich ook logisch, want hij versnelt met 1,2 meter per seconde kwadraat. Dus na 20 seconden is die hier 24 meter per seconde. Dat is op zich logisch. Nou, en hier zie je dan de afstand. Die afstand die wordt natuurlijk steeds groter. En omdat het een eenpaarversnelling is, komt er steeds meer afstand bij. Dit is eigenlijk heel simpel hoe een model eruit ziet. Nou zijn er nog een paar regels die vaak toegevoegd worden. Want ja, nu hebben we gewoon een auto die versnelt. En je ziet wel, op een gegeven moment gaat hij hier echt supersnel. Hij gaat hier 70 meter per seconde. Nou, maal 3,6. Ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar dat is een behoorlijke snelheid. Stel nou dat je zoiets hebt van, ja, maar die auto die is in de bebouwde kom. En die mag niet harder dan 36 km per uur. Eigenlijk 30 km per uur, maar het is een beetje een jong gast die nog wat sneller op wil rijden. Dus 36 km per uur. Dus we moeten hem eigenlijk stoppen op de 10 meter per seconde. Dan kun je extra regels toevoegen. En vaak worden die dan toegevoegd voordat de tijd erbij komt. Nou, een regel die je kunt toevoegen. En dat is als de snelheid gelijk is aan 10, dus wanneer de snelheid gelijk is aan 10 meter per seconde, dan kun je zeggen dat de snelheid gelijk blijft aan 10 meter per seconde. En ik ga trouwens wel even, ik wou hem eerst in eerste instantie fout doen, maar dat ga ik niet doen. Ik ga hem gelijk even goed doen, want die werkt niet goed. Ik ga zo meteen uitleggen waarom niet. Wat je eigenlijk moet doen is, wanneer de snelheid groter wordt dan 10 meter per seconde, dan zeg je van, dat kan helemaal niet, dan moet die 10 meter per seconde blijven. Dus dan wordt de snelheid is 10. En dan moet je als laatste nog zeggen eind als. Dit is een modelregel die ook wordt afgelezen en dat is een voorwaarde. En wat hij dan checkt, is hij checkt van voldoet dit model nu aan deze voorwaarde. Dus hij begint te rekenen. Hij rekent hier dit uit, hij rekent dit uit, dan komt hij hier. En dan checkt hij. Als de snelheid groter is dan 10... dan moet hij de snelheid vastzetten op 10. En op die manier kan de snelheid nooit groter worden dan 10. Want steeds als hij eroverheen gaat, zet hij hem weer terug op de 10. Nou, ik haal deze even weg. En als het goed is, zal nu hier, zal hij bij de 10, zal hij daar niet meer overheen gaan. Dus ik haal dit eventjes weg. En we laten hem nog een keer gaan. En je ziet nu dat hij hier, daar knikt hij. Want wat is er nu aan de hand? Ik zal hem eventjes nog wat beter zoomen. Dus even automatisch zoomen hier, dan kun je wat beter zien. Nou, hij versnelt natuurlijk gewoon weer. Maar hier komt hij bij de 10 meter per seconde. En daar zegt die model, als hij boven de 10 meter per seconde komt, ja, dan wordt hij gewoon 10 meter per seconde. Dus dan blijft hij daarop staan. Nou, dit soort modelregels, die moet je ook zelf kunnen toevoegen. En ze beginnen altijd met als. Dus als een bepaalde voorwaarde, als daaraan voldaan wordt, dan. En dan geef je een regel die je moet toepassen. En dan aan het einde, heel belangrijk, eind als. Want dan weet namelijk het computermodel dat hij tussen de als en de eind als, daar moet hij lezen. En hij checkt voor de dan, checkt hij of daar aan voldaan wordt. En als daar aan voldaan wordt, dan doet hij hetgene wat na de dan staat. En op die manier kun je dus extra regels toevoegen. En dan kun je het model als het ware wat slimmer maken. Nou, even een belangrijke. Ik heb hier een groter dan tekentje staan en niet een is tekentje. Nou, waarom? Dat model dat rekent uit. En stel je voor dat hier een is-tekentje staat. Dus stel je voor dat hier een is-tekentje staat. Dan doet hij deze regel alleen maar wanneer de snelheid exact gelijk is aan 10. Dus stel je voor dat de snelheid daar overheen gaat. Ja, daar voldoet hij dan niet aan. Dus dan rekent hij er niet naar. Kijk maar eventjes. Ik zal hem even uitzetten. Ik heb nu dat is-teken veranderd. Als ik hem nu op play druk, dan zie je dat hij hier boven de 10 uitschiet. Waarom? Omdat hij niet op een van die 0,1 secondjes zit hij niet exact op de 10. Dus deze voorwaarde wordt nooit exact aan voldaan. Dus vandaar dat er altijd groter dan tekens of kleiner dan tekens gebruikt worden. Je mag ook groter dan en is zetten. Dit betekent dus dat de snelheid groter dan of gelijk aan 10. Dat mag ook. Maar vaak is groter dan, kleiner dan is wat veiliger. Ik ga deze even weghalen, want het ziet er zo wat mooier uit. Nou, stel nou dat we weer heel eventjes, ik laat hem weer heel eventjes gaan. Dan kunnen we even kijken. Nou, we kunnen nu nog iets toevoegen. Stel nou dat je zoiets hebt van, oké, hij rijdt nu heel lang door, maar na 200 meter moet hij stoppen. Of in ieder geval gaan vertragen. Dan kun je zeggen, als, en dan maak ik hem even netjes, als de afstand groter is dan 200 meter, dan A, dan wordt de versnelling, gaan we hem negatief maken, want dan gaat hij namelijk vertragen. Min 0,6. En natuurlijk heel belangrijk, eind als. Want dan weet hij van tot en met daar moest ik dat lezen. Nou, als we hem nu laten gaan, en ik haal deze weer heel eventjes weg.
Als we nu laten gaan, dan zie je dat het er zo uitziet. Dus eerst gaat hij een snelheid krijgen van 10 meter tot en met 10 meter per seconde. Dan blijft hij daar constant. Totdat hij hier bij de 200 meter komt. Zeg ik dat goed? Nee, niet bij de 200. Ja, totdat hij groter meer dan 200 meter is. En dan gaat hij naar beneden toe. En je ziet hier wel dat de X daar bovenuit komt. En ik durf even zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd niet te zeggen waar dat aan ligt. Want bij mij klopt het bij mijn vorige versie in ieder geval wel. Maar wat nu opvalt, is dat wanneer we even automatisch zoomen doen, dat ziet er dan zo uit, even kijken, automatisch zoomen, dan zien we dat hij hier een negatieve snelheid gaat krijgen. Dus hij gaat achteruit rijden. En dan is er nog één regel die je kunt toevoegen. Stel je maar voor dat hij hier moet stoppen. Dan kun je nog één regel toevoegen. Dan kun je zeggen, als de snelheid, want hij gaat natuurlijk remmen, als de snelheid kleiner is dan 0, dus wanneer die stilstaat of langzaam gaat dan 0, dan moet de snelheid gewoon, dan stopt hij. Dus dan kun je nog stop toevoegen. En eind als. Die stop, dat is ook een hele belangrijke term. Die zegt namelijk gewoon, dan stopt de hele berekening. Dan houdt hij er gewoon mee op en dan is het klaar. En als ik hem nu laat afspelen, dan ziet dat er zo uit. Ik haal even de vorige weg. Dus dit is de nieuwe. En nu zie je dat hij dus gestopt is. Je ziet hier dat hij wel meer dan 200 meter heeft afgelegd. Is op zich ook wel logisch. Want bij de 200 meter begon hij met remmen. Maar staat hij niet gelijk stil. Dus je ziet hier dat hij versnelt. Dan gaat hij hier met een constante snelheid. En dan vertraagt hij hier. En daar staat hij stil. Dat zie je hier ook. Hij versnelt eerst. Dan gaat hij met een constante snelheid. Vanaf dit punt heeft hij 200 meter afgelegd. Dan begint hij met afremmen. En hier gaat hij met de snelheid van 0. En dan, als hij bij de 0 komt, of onder 0, dan stop. En dan stopt hij dus gewoon. Dus dit zijn een paar belangrijke termen die je moet weten van modelleren. Nou, wat moet je weten? Je moet weten dat hier de startwaarden staan. Die staan alleen op het begin, dan worden die afgelezen. Dus eenmalig worden die allemaal afgelezen. Hier staan vaak geen eenheden bij. Daar worden de standaard eenheden voor gebruikt. En dan heb je hier de modelregels. Die worden van boven naar beneden afgelezen. En dan weer van boven naar beneden. En dan weer van boven naar beneden. Er wordt gecheckt of aan die voorwaarden wordt voldaan. En wanneer die een stop tegenkomt, dan stopt die ook gelijk. Nou, dit is dus hoe je een model maakt. En eigenlijk ook dus hoe je een model afleest. En om te laten zien hoe dat dan in de praktijk, en dan bedoel ik bijvoorbeeld op een examen, gaan we eventjes naar een voorbeeld die uit een oud examen komt. Dit is een voorbeeld uit examen VWO 2006, tijdvak 2. Hij is al wat ouder, maar ik heb deze gekozen omdat deze al gelijk volledig ingevuld is. En je ziet hier ook verschillende termen die we net ook gehad hebben. Vaak zijn het wat lastige vragen omdat er heel veel tekst bij zit. Dus we gaan even lezen. In april 2004 werd de Soyuz, ik ga dat verkeerd uitspreken, gelanceerd met de Nederlandse astronaut André Kuipers aan boord. Nou, hij bestaat uit een drietrapsraket en een personencapsule. De eerste trap wordt afgeschoten na 120 seconden. De snelheid is dan 1250 meter per seconde. Neem bij de volgende berekening aan dat de Soyuz tot dat moment eenparig versneld verticaal omhoog beweegt. Nou, dan zie je hier onderstaande computermodel simuleert de verticale beweging voor de eerste 120 seconden. En alle grootheden in het model zijn uitgedrukt in de standaard eenheden. Nou, wat je hier nu ziet is heel duidelijk hier de startwaarde. Daar gaan we eerst even naar kijken. We hebben hier K, 2125, geen eenheid en dat is het brandstofverbruik. Dan hebben we MB, dat is de massa van de brandstof. Hebben we MR, dat is de massa van de raket. MC, massa van de capsule. G, 9,81, nou dat is de gravitatieversnelling. Had er niet bij hoeven staan, had je uit je hoofd moeten weten. C is dan 3000, de stuwfactor. En je hoeft niet per se te weten wat dat betekent. Dat wordt misschien zo meteen duidelijker en misschien ook niet, maar dat hoeft niet per se te weten. Nou, de snelheid is aan het begin 0. Hij begint met stilstand. Hier, het verschil in tijd is 0,1. Dus wat wij net ook hadden. En de tijd aan het begin is 0. Dus dit wordt eenmaal afgelezen en vervolgens beginnen we hierboven. Het eerste wat hier gebeurt is dat dm wordt uitgerekend. Nou, we weten niet precies wat het is, maar wat er gebeurt is dat k maal dt gedaan wordt. Dus het brandstofverbruik maal de tijd die op dat moment gegaan is, dus 0,1 seconde. Dus dit is dan waarschijnlijk het verschil in brandstof, want het brandstofverbruik maal de tijd geeft dus aan hoeveel brandstof er in dat kleine stukje verbruikt is. Nou, vervolgens wordt hier de brandstof uitgerekend en dat is de brandstof min hetgene wat dus net verbruikt is. Dus opnieuw, de brandstof wordt als het ware opnieuw bepaald en die is ietsjes kleiner geworden, want er is een klein beetje brandstof gebruikt. Dus de massa van de brandstof is iets lager geworden.
Nou, dan staat hier, als die massa van de brandstof kleiner of gelijk is aan 0, dan stop. Eind als. Nou, het staat nu in hoofdletters, dat maakt niet zoveel uit. Nou, dit hebben we net geleerd. Dus als nu de brandstof op is, dus als die geen massa meer heeft, of als die kleiner is dan dat, dus negatief wordt, want hij kan ook net over die 0 heen springen, dan stop. Dus dan stopt de module. Het model stopt dan gewoon. Maar ja, de brandstof is op, dus die versnelling die houdt ermee op. Nou, als er nog niet aan voldaan wordt, en aan het begin is dat natuurlijk nog niet zo, dan wordt hier de massa berekend. De massa is de massa van de raket, kijk maar, die staat hier, massa raket, plus de massa van de capsule, plus de massa van de brandstof. Dus hier met die m wordt de totale massa uitgerekend. Dan wordt hier de zwaartekracht uitgerekend, en dat is dan de totale massa maal g, die is 9,81. Daarmee, stel je voor dat hier een vraag komt, hoe kun je zien dat dit op aarde plaatsvindt? 9,81. Nou, dan wordt F stuw uitgerekend, dus dit is de kracht naar beneden toe, de zwaartekracht. En dit is de stuwkracht, de kracht die dus met de beweging meegaat. Dat is dan de C, dat is de stuwfactor. Nou, wat dat precies is weten we niet, maar die wordt dan maal het brandstofverbruik. Dus de stuwfactor maal het brandstofverbruik, dat geeft dus aan met hoeveel kracht die raket dus wordt gestuwd. Nou, dan wordt de resulterende kracht uitgerekend door dus de stuwkracht daar de zwaartekracht van af te halen, want de stuwkracht die zorgt dat hij met de beweging meegaat en de zwaartekracht houdt de beweging als het ware tegen. Nou, dan wordt door de FRS te delen door de massa die daar is uitgerekend, wordt de versnelling uitgerekend. De versnelling maal het kleine beetje tijd wat verlopen is, wordt opgeteld bij de snelheid die hij al had en dat is dan de nieuwe snelheid. En dat is uiteindelijk wat we willen weten. Want het gaat puur om de snelheid, niet om de afstand die we net dus wel hadden. Nou, en wat er dan gebeurt is dat de tijd die het was, daar komt nog een klein beetje tijd bij, waardoor we een nieuwe tijd hebben. En dan beginnen we weer opnieuw. Totdat het brandstof, de brandstof, op is. Dat is wat we hier dus gebeurt. We hebben de vraag nog niet gelezen. De vraag is, beredeneer aan de hand van de modelregels of de versnelling van de Soyuz volgens dit model gedurende de eerste 120 seconden toeneemt, afneemt of gelijk blijft. Let op, het is een vierpuntsvraag. Dus er zijn wel een paar dingen waar je naar moet kijken. Nou, je kan nu denken van, hey, dat ga ik even proberen. Ik ga hem even op pauze zetten. Dat mag. Ik ga nu laten zien hoe je aan het antwoord komt. Nou, beredeneer aan de hand van de modelregels of de versnelling. Dus we kijken die versnelling. Blijft die constant? Wordt die groter? Wordt die kleiner? Die versnelling wordt hier berekend bij 8. Daar wordt die berekend, want daar wordt FRS gedeeld door M gedaan. Dus deze versnelling, dat lettertje. Wordt die kleiner, groter of blijft die gelijk? Even wat meer ruimte maken. Nou, het eerste wat opvalt is dat de versnelling wordt berekend door A is FRS gedeeld door M. Nou, als die FRS of die M, als die veranderen, dan gaat de versnelling ook veranderen. Dus we gaan even kijken naar die letters. Nou, M die wordt kleiner, want MB wordt kleiner. Kijk, die M die wordt hier uitgerekend. Die MR en die MC die blijven gelijk, maar die MB die wordt hier steeds kleiner, want er gaat steeds meer brandstof vanaf. Dus de M wordt ook steeds kleiner. Dus de raket wordt steeds als geheel steeds lichter. De FRS, dus dat is deze, die wordt juist steeds groter. Want als de M kleiner wordt, dan wordt de FZ ook kleiner. En als de FZ kleiner wordt, wordt hier F-stuw min FZ gedaan, wordt de FRS dus ook wordt juist groter. F-stuw niet. F-stuw, dat is gewoon C maal K. En de K en die C, dat zijn gewoon constanten. A wordt dus steeds groter. Nou, en hoe kun je dat zien? Omdat dus de FRS, die wordt steeds groter. De M, die wordt steeds kleiner. Nou, dit is een breuk. En als deze steeds groter wordt, wordt de A groter. En als deze steeds kleiner wordt, wordt de A ook groter. Dus die twee, die werken eigenlijk mee om de versnelling steeds groter te maken. En heeft dus met twee dingen te maken. Ten eerste dus dat de zwaartekracht steeds minder gaat tegenwerken, waardoor de resulterende kracht uiteindelijk steeds groter wordt. Dat is één. En de andere is dat de massa gewoon steeds kleiner wordt. De versnelling neemt dus toe. Nou, dit is een vierpuntsvraag, dus je moet ook best wel wat dingetjes opschrijven. Het antwoordmodel zag er trouwens zo uit. Dus inzicht dat aan de hand van A is FRS gedeeld M beredeneerd moet worden. Dus je moet in ieder geval doorhebben dat het aan die regel ligt. Nou, dan beredeneren dat dus FRS toeneemt, doordat dus de zwaartekracht afneemt en de F-stuw gelijk blijft. Nou, beredeneren dat M afneemt omdat de massa dus van de brandstof afneemt en de rest gelijk blijft. Nou, en dan de consequentie conclusie.
Nou, dit is een beetje hoe modelleren werkt. Ik hoop dat het nu iets duidelijker geworden is hoe je dus zo'n model afleest. En verdraast, heeft ieder examen heeft eigenlijk wel een modelleervraag. Heel af en toe niet, maar de meeste wel. Dus ook gewoon veel oude examens oefenen. Nou, vond je dit nou handig? Ik heb ook nog wat meer modelleervragen heb ik uitgelegd in mijn natuurkunde examentraining. Dus mocht je nou examen doen, en is dan voornamelijk voor de VWO-leerlingen, want HAVO en VMBO hebben geen modelleren in het examen, in ieder geval niet in 2021-2022. Maar mocht je nou examen doen dit jaar en mocht je nou meer oefenvragen willen voor modelleren, dan kan ik zeker aanraden om naar die natuurkunde examentraining te gaan. En de link staat ook in de beschrijving van de tekst. Nou, ik hoop dat het duidelijk was. Ik hoop dat nu het modelleren iets duidelijker geworden is. En dankjewel voor het kijken.